Op 14 april speelde Thomas Lam zijn laatste officiële wedstrijd in het eerste elftal van PEC Zwolle. En afgelopen maandag maakte de verdediger zijn rentree bij Jong PEC Zwolle na maandenlang blessureleed. Ja, was lekker. Ik moet zeggen, na 6 maanden geblesseerd zijn geweest en dan eindelijk zover om weer in de wedstrijd te kunnen meedoen. En, ik heb nu een stuk of 2 weken denk ik met de groep meegetraind en dat je dan een wedstrijd kan spelen, dat voelt heel lekker en ik ben blij dat ik weer op het veld sta. Ja, wat voor gevoel had je voorafgaand aan die wedstrijd? Ja, heel ontspannen gevoel eigenlijk. Ik had er heel veel zin in om weer te gaan spelen en dat is toch wat je het liefst doet als voetballer, dat zijn wedstrijden spelen. En, dat mocht ik weer doen uiteindelijk na 6 maanden en ik heb er gewoon heel veel zin in om weer te gaan knallen dit jaar. En de rentree van Thomas Lam afgelopen maandag was een rentree op een speciale datum. Mijn vader was die dag 10 jaar geleden overleden en het was wel grappig. Toen ik in de auto zat hierheen dacht ik bij mezelf van weet je, wanneer ben ik ook weer geblesseerd geraakt? En dat was ook een speciale dag, dat was toen hij jarig was. Dus dat was wel een beetje wel speciaal in die zin dat ik mijn rentree weer zeg maar, op zijn sterfdag maak. En ik denk dat hij ook hartstikke trots is dat ik er weer sta. Ja, het zou dan zo moeten zijn, lijkt het, hè? Ja, precies. Nee, dat ik ook met mijn familie over. Dat is eigenlijk heel bizar dat het precies die datum zijn. Maar misschien had hij dat wel zo gepland. En, nee, ik ben blij dat ik weer helemaal fit ben. En ik heb zin om weer belangrijk te zijn voor het team en voor de club. Dus alleen maar positiviteit nu. Wanneer Lam weer belangrijk kan zijn voor het eerste elftal is nog even de vraag. Ik voel me goed met trainingen. Ik heb goed kunnen trainen met het team en geen pijntjes gehad. Dus ik verwacht wel dat ik, natuurlijk ben ik nog niet op topniveau denk ik na 6 maanden eruit geweest. Maar als ik merk dat ik, ik kom lekker mee met de trainingen en het balgevoel komt steeds meer terug. Dus ik denk dat ik wel op de goede weg ben en we moeten zien hoe lang ik dat naar vol haal. Maar, in ieder geval wil ik zo snel mogelijk weer gaan spelen. Ja, maar geen overhaaste beslissingen doen? Nee, maar ik heb het ook met de technische staf over gehad. En, het voelt, als het goed voelt, dan voelt het goed. En, we moeten kijken van de wedstrijd tot wedstrijd hoe ver we zijn en hoe het lichaam zich voelt.